We gaan echt over die rand, man. Oh my god. Alex! Stop! Jan! Kom maar op! Stop, stop, stop! Volgens mij heeft hij iets gevonden. Oké, yes, we zitten in de auto. Op weg naar Mandy. Ze is 18 jaar en woont in Spaarnwoude. Ze doet de opleiding Media Broadcast in Hilversum. Ze is een echte daredevil, want haar grootste wens is bungee jumpen. Haar grootste idool is Thomas Cox. En we moeten haar nog verrassen op een leuke manier. Ja, hoe gaan we dat doen? Hebben we daar iets voor bedacht? Nee. Misschien moeten we even wat surprise artikelen halen. Ze houdt van YouTubers. Dat is Youssef natuurlijk in eerste instantie ook al een verrassing. Onze hulp is gevonden. Hey, moet jij schieten? Heel goed, kijk heel goed. Ik stuur even een beetje naar links. Zie je het handwerk? Kijk. Misschien moeten we Youssef gewoon verpakken. Dat is cadeau. Ja, dat is best een goed idee. Zullen we dat doen? Ziek verpakpapier halen. Youssef, je weet het nog niet, maar we gaan jou gewoon verpakken. Tot zo. Yes, aangekomen in Spaarndam. Joes, hoe is het? Ja, koud. Nog steeds. Daar gaan wij wat aan doen. We gaan je namelijk inpakken. Jij bent de eerste verrassing die Manny krijgt vandaag. Ik leid je wel even. Ik heb jeuk aan mijn neus. Rechtdoor, 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 rechtdoor. 90 graden draaien. Ik ben een cadeau. Cadeautjes moet je uitpakken. Randy! Ik ben Nick van Coke TV. Youssef. Ik ben Tim. Wij hebben een verrassing vandaag voor jou. Mogen we binnenkomen? Ja, kom. Je hebt ooit eerder zo'n cadeautje gekregen? Nee. Niet zo'n leuk cadeautje. Nee, zo'n leuk cadeautje. We hebben een leuke dag voor jou geregeld. En de vraag is natuurlijk aan jou of jij het leuk vindt om met ons mee te gaan vandaag. Ja hoor. Nou, hartstikke goed. Ik zou zeggen, pak je spullen, dikke jas, het is koud buiten. En dan wachten wij hier even op jou. Zo, Mandy, heb je er een beetje zin in? Ja, joh. Super. Mooi zo. Mandy gaat met ons mee. Zie ik jullie daar? Ja, zien we jou daar? Mandy denkt dus dat wij elkaar daar gaan treffen. Maar ik ga dus Thomas ophalen. Hey, ik ben Thomas. Kijk uit voor de berenklauw. Yeah! You got it. En dan rijden wij daarna, wanneer zij klaar zijn met de hele Flying Dutchman gebeuren. Dan staan wij daar voor de grote verrassing. En geloof me, het gaat leuk worden. We staan hier voor het TBR, want Sophie heeft net haar examen gedaan. Ja. Ze is 18 jaar oud, houdt van theater en heeft ook een vooropleiding acteren gedaan. Oh, leuk! Haar favoriete kleuren zijn zwart, rood en wit. Luistert graag naar tracks van Ronnie Flex, Lil Kleine en Busy. We weten nog niet of ze het heeft gehaald, ik hoop het. Zullen we naar binnen gaan? Nou, we zijn even naar buiten gegaan. Ben je geslaagd? Ja! Yes. Extra mooie dag om het te vieren. Wij hebben vanochtend een teken de Coolbox jongens opgenomen. En we hebben dus gestreden voor geld. Ja. En er waren allemaal bedragen van 5 tot en met 250 euro. En wij waren natuurlijk de beste. En hebben 250 euro opgehaald. En hebben wij een heel plan uitgestippeld. Wat kunnen we nou met jou gaan doen? Maar, wat vind jij nou echt leuk? Wat zou jij nou willen doen op zo'n dag? Nou, als je het gewoon helemaal niet weet, kan je ook zeggen, nou ja, doen jullie het maar. Laten we gewoon verrassen. We gaan de auto pakken en we gaan naar Amsterdam. Yes! Spannend! Ja. Ze gaat je heel mooi opmaken. Wil je een zwarte lippenstift? Dat is wel heel in, hè, nu. Donkerzwart. Ja, donkerzwart. Ze wordt nu opgemaakt. Misschien wel leuk om het echt af te maken dat ze dan een leuk jurkje heeft. Ja. Hakken en een jurkje. Dus laten we even spitsen. Blijf net maar. Wij gaan naar de winkel om een jurkje aan. Zie je zo. Nou, dit gaat helemaal niet goed. Er mist één iemand. Youssef die heeft autopech. Komt iets later. Wat denk je dat we vandaag gaan doen? Ik heb geen idee. Nou, ik ook niet echt. Moet ik eerlijk zeggen. We zijn bij This is Holland. En we hebben een leuke verrassing voor jou in petto. Want we hebben gehoord dat jij een beetje van spannende dingen houdt. En misschien wel een beetje van parachutespringen zelfs. Ja. Nou, dat gaan we niet doen. Voordat ik je helemaal blij maak met iets. We gaan naar This is Holland. We vliegen eigenlijk over Nederland heen. Dus in de trant van parachutespringen. Het lijkt er een beetje op. Maar ik weet niet exact hoe het er allemaal uitziet. Dus laten we gewoon gaan kijken. Ja. Heb je er zin in? Ja, heel mooi zo, ik ook. Let's go. Mandy, komt u maar. Goedemiddag, welkom bij This is Holland. Dit is de eerste 5D flyover experience van Nederland. 5D? Ja, dus niet 3D, niet 4D? Nee. 5D. Inderdaad, ja. Al je zintuigen worden geprikkeld. U ruikt, u voelt. Ben je wel eens eerder 5D meegemaakt? Nee. Vind je het spannend? Ja. We gaan nu, kan ik u even op de foto zetten? Foto, dat willen we. Wow, mijn voeten lijken 16 meter. Zijn ze ook.
Voor de mensen die niet weten, ik voel me best thuis in de make-up wereld. Ik weet ook precies wat er hier aan de hand is. Op dit moment is ze bezig met de foundation. Ze is een beetje aan het afdeppen. Hij moet er goed op zitten, want het gaat lekker. Je moet het goed contouren, juiste hoeken pakken. Net de juiste contour, dan kan je mijn grote neus wat kleiner maken. Nu is ze op dit moment is ze bezig met de oogschaduw. Ze had zelf al een beetje eyeliner geplaatst. En ze werkt daar nu een beetje omheen, overheen, om het allemaal wat aan te sterken. Ze laat haar ogen meer spreken. De ogen worden nog blauwer. Of zijn ze groen? Nee, zijn blauw. Zijn blauw, toch? Ja, zijn blauw. Ze zijn een beetje aan het blenden. Zie je de knikken zo van, die jongen weten toch wel een beetje. Ja, als je blend namelijk, dan maak je de kleuren soort van één. Dan maak je ze wat mooier, wat egaler. Zie je, dit wordt gewoon een meesterwerk. Vind je het zelf ook mooi te doen? Ja. Make-up met Defano. Het ziet er een beetje uit als een hele wilde achtbaan. Ja. We gaan vliegen. Ze zeggen dat je er ook in ruikt, hè? Wat ja. Zou je dan ruiken? Hoe je stond. Ja. Hoe je stond. Bolders, ja. Bolders, ja. Die ruik je wel. Oh shit. Daar gaan we. Dat. Zo, dat was vet hè? Ja. Ik vond het echt intens. Ik snap gewoon niet hoe ze dit gemaakt hebben. Het is niet normaal. Je beweegt, je ruikt, water in je gezicht, versnellingen. Wat vond je het vetste stukje? Het was echt allemaal zo vet. We zagen jouw huis nog. Ja, daar vlakbij ik woonde ja. Wauw. Absurd. Nou, dat was verrassing 1 die we voor jou hebben geregeld. Nee, verrassing 2 hè. Verrassing 1 was Youssef. Oh ja, tuurlijk. Nee, ja, laten we Youssef niet vergeten vooral. Nee. Nu gaan we door naar verrassing 3. Want we zijn nog niet klaar, of wel Tim? Zeker niet. We gaan nog even naar deze hele hoge toren. Namelijk de Adamtoren. Ja. Daarbovenop schijnt iets te zijn wat ik wel leuk vind. Laten we gaan kijken. Oh, die kant. Waarom loop ik altijd de verkeerde kant? Ik heb net mijn auto neergezet en onderweg ben ik iemand tegengekomen. Hey man, meneertje Koksen. Ja. Ik wil jou ten eerste bedanken dat je tijd maakt. Ik bedoel, je bent net teruggekomen helemaal vanuit New York. Ik kom recht uit het vliegtuig en ik dacht of ik ga lekker naar huis en lekker bijslapen. Of ik ga gezellig met Joes en de rest Mandy verrassen. We gaan nu onderweg richting Mandy. Zij zijn nu samen allemaal gekkigheid aan het doen. En dat brengt deze pas aan toe en dan gaat ze hopelijk niet een hartaanval krijgen, maar ze gaat wel schrikken. Laten we hopen dat ze geen hartaanval. Geen hartaanval. Kleine samenvatting, Team Coolbox met Joes is volgens mij in een soort attractieparkachtig ding. Ja, ziet er leuk uit, maar wij hebben gewoon meer. We gaan van verrassing naar verrassing naar verrassing naar verrassing. Dus wij zijn alleen maar bezig. On the spot verzinnen we gewoon dingen. Dus ik denk dat wij zeker gaan winnen. We gaan het zien. Jullie gaan bepalen. Stem op ons. Ik zei heel zacht stem op ons en nu zeg ik het hard. Yeah, you got the looks. Even wachten tot ze back zijn, dan wordt het helemaal compleet. Hey. Wow. Dat heb ik goed gedaan, hè? Ja, een beetje tips en tricks hier en daar, weet je. Maar... Je hebt nu natuurlijk een supermooi gezicht. Ja, we wilden een beetje de look afmaken, dus daarom hebben we ook nog een cadeautje voor je. We hebben namelijk een outfit voor je gescoord. We moeten even een paskamer opzoeken. Gaat het goed hier? Ja. Pas je het een beetje? Volgens mij wel. Stefano gaat je straks beoordelen. Oh ja, echt heel fris. Wauw, ja, ja. Hij staat echt super mooi. Vind je het zelf ook mooi? Ja, ik vind het echt mooi. Oké, trek je jas aan, we gaan. Let's go. De Adam Lookout. Hier moeten we zijn. We zijn er, naar binnen. Geen tijd te verliezen. Nou, daar zijn we jongens. Wat een uitzicht. Kijk, dit is nog eens echt de hoogte, hè. Dit is vet, hè. Wat gaan we hier doen, Tim? Het schijnt zo te zijn dat je hier een enorme schommel hebt. Daar ga jij in zitten. Je weet wat het is, of niet? Ja, ik weet wat het is. Ah, Joes! Je hebt wat gemist, jongen. Ja, man, wat vet was het. En jij, hoe vond jij het gaan? Ik vond het heel leuk. Mooi zo. We hebben net verteld wat Mandy gaat doen. Durf je dit wel, of niet? Ja? Weet je het zeker? Ik wil het juist heel graag. Oké, nou, dan gaan we hem zoeken. Vind je het al een beetje spannend? Nou, valt eigenlijk wel mee. Jij bent heel rustig eronder, hè? Ja. Man, ik zou hem helemaal kapot spacen. Jij dan, Joes? Ja, de zenuwen beginnen er nu wel in te kippen. Ja, hè? Heb je het ook zo koud als ik? Nee, hè? Zij heeft het nooit koud. Zij is de rust zelf, er is helemaal niks ik aan. Zei, ik zei het, zij is gewoon Elsa van Frozen. Ja, echt, hè? En ik ben Olaf. Ja. Oké, nog wat spullen hier. Wacht heel even, 1 seconde. Oh, je telefoon nog even? Ja, nog even mijn spullen hier neerleggen. Oké, daar gaan we. Daar gaan we.
Hey! Nice! Oh god. Ik vind het dus helemaal niet leuk, hè? Nee, dat weet ik. Ik hou helemaal niet van hoogtes. Nee, dat weet ik. Ik zie ze daar ook gaan. Ik denk... Dat maakt het voor mij alleen maar leuker. Helemaal super dit. Lekker fijn, gedaan, super, echt. Ik heb haar telefoon gezien, de achtergrondjes. Hij is zo'n fan van die jongen. En we zeiden van, hadden we dus eigenlijk Thomas als verrassing moeten hebben in plaats van Joes. Dus zij zei, ja, maar dat kan niet, want Thomas zit in New York. We hebben hem speciaal laten invliegen. Ja. Dus Fristik, ik zie jullie later wel weer, want dat gaan jullie niet top, hoor. We gaan echt over die rand, man. Oh! Nou, heel leuk, hè? Ja, je handjes in de lucht. Wat een feest, hè? Oh, we zijn er bij de één na laatste verrassing. Als je even je ding afdoet. Je mag alleen maar recht naar voren kijken. Niet kijken, niet kijken. Kijk maar! Wacht even, wie komt eruit? Oh. Het is Milan! Hoi! Hoe is het? Ja, gaat goed. Heb je dit gedacht van de Liman? Nee. Ook meteen inbegrepen met een Milan Carvalho? Is het de eerste keer in de Liman? Ja, Milan dagelijks of niet? Oh, wekelijks. Oh, oké, nou. Dus we gaan even een rondje doen, dan gaan we iemand anders ophalen. Maar ik weet en wij weten allemaal dat je die de shit vindt. Nou ja, laten we niet te veel verklappen, maar je is echt de shit. Ja. Ik zou vinden, wat vond je ervan? Oh, leuk. Echt leuk. Voor de herhaling vatbaar? Ja. Maar dit was het dus nog niet, hè? We hebben nog een grand final. Waarvan je denk ik zeg van wauw. Nu vond je het al leuk, maar die is gewoon de kerst op de taart. Kijk Milan, jij bent ook leuk hoor. Jij was ook al een kerst. Maar nu hebben we een hele dikke kerst. Was het hoog? Ja, het was wel hoog. Maar ik vond het heel leuk. Vond je het eng? Nee. Had je dit verwacht of niet? Nee, totaal niet. Nee. Thomas, echt super fijn dat je even tijd wilde maken. Echt heel erg leuk. Want volgens mij is dit wel even de grootste fans. Ik wist zelfs dat jij in New York was. Ik ben dus echt letterlijk pas een paar uur terug. Ik kom eigenlijk vrijwel vanuit Schiphol hier naartoe om in deze schommel te zitten. Ja, allemaal voor jou vandaag. We hebben even gewindhoekt. Oh! En we gaan nu naar binnen. En daar hebben we één laatste verrassing voor Sophie. 3, 2, 1. Oh my god! Hoi! Vind je het cool? Ja. Maar heb je een leuke dag gehad? Ja, was zeker leuk. Maar dan gaat even een paar foto's maken. Maak er 10, 20, 30 dat je 100. Drie maanden uit kan op je Insta-wall. Doe het niet gewoon met z'n allen? Ja, tuurlijk. Ja, met mij. Ik hoop dat dit een leuke afsluiting was. Ja, dat was zeker. Ik moet de show in. Dat is goed. Nou, heel veel succes. Ik moet ook gaan, dus ik ga je ook een knuffel geven. Ja, is goed. Zo, hey. Dit was wel echt zo'n toffe dag. Ja, dat was echt super vet. Mandy, heb jij een beetje een leuke dag gehad? Een hele leuke dag gehad. Was het een verrassing? Ja. En wat vond je nou het allerleukste? Nou, dat hoef je niet eens te vragen. Hetgeen wat ik het minst leuk vond. Ja. Je hebt gewoon busy ontmoet, man. Ja. Ziek is dat. Vond je nou een vette video? Laat het even weten in de comments. En misschien nog wel belangrijker. We hebben natuurlijk vandaag tegen de Fristchicks gebatteld. Denk jij dat wij winnen van de Coolbox, jongens? Oh, jullie hebben ze dik ingemaakt. Nee, nice. Niketin. Vond je nou dat wij een vettere aflevering hebben gemaakt? Laat het even weten in de reacties. En ja, ik weet niet wat de anderen hebben gedaan, maar ja, ik kan nu al wel zeggen, dit gaan ze niet overtreffen, denk ik. Nou ja, en we hebben natuurlijk nog wat centen over, want ja, blijkbaar is dit zo'n topteam dat wij heel veel dingen gratis hebben kunnen regelen. We konden het niet opmaken, gelang. Wat gaan we met dat geld doen? Dat gaat naar een goed doel. Nou ja, welk goed doel, dat mogen jullie eigenlijk bepalen in de reacties. Dus laat het even weten. Nou, vond je nou een leuke video? Laat het dan natuurlijk even weten in de comments. En zet even notificaties aan, want dan mis je niks. Abonneer natuurlijk, als je het leuk vindt. Heb je nou ook een droom of een wens of iets? Laat het weten, want dan misschien gaan we jou volgende keer helemaal leuk verrassen. Ja, dit was hem voor nu. Tabeatrix! Tabeatrix! Dikke later! Yeah. Yo!